De Belgische YouTuber Asset, ook bekend als Nathan van de Gunst, 24, heeft een straf gekregen voor het onthullen van namen en foto's van daders betrokken bij een extreme ontgroening die resulteerde in de dood van student Sanda Dia. De daders kregen een werkstraf, terwijl Asset nu wordt bestraft met drie maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro. Asset zegt trots te zijn op zijn acties en zou het opnieuw doen, ondanks de gevolgen. In 2018 overleed Diana een ontgroening bij de Leuvense studentenvereniging Reuzegom, waarbij de daders milde straffen kregen. Asset plaatste een video met hun namen, maar noemde per ongeluk ook een onschuldige persoon, wat leidde tot online lastigvallen en schade aan diens ouders restaurant. Asset is niet van plan in beroep te gaan en zet zijn YouTube-activiteiten voort.